lieve schorpioen. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. Algemene reading en kan niet voor elke schorpioen gelden. Alleen een persoonlijke reading is helemaal toegespitst op jouw persoonlijke situatie. Oké, de kaart die nu valt. Nog moeite om boven het massabewustzijn uit te stijgen. Dat wil zeggen dat je nog bang bent wat anderen van je vinden. De leeuw, die eigenlijk symbool staat om boven de schapen uit te stijgen. 80% namelijk van de bevolking leeft naar wat de massa ook doet of vindt. De morele normen van de massa. Maar de leeuw, als je het potentieel hebt om die leeuw te zijn, heb je zeer waarschijnlijk een andere innerlijke waarheid. Maar als je daarvoor zou gaan staan, ja, dan is de kans groot dat je de meute over je heen krijgt. En dat is ook vaak de reden waarom mensen met de meute mee blijven lopen. Maar daar word je ook niet gelukkig van. Want dan loop je van je ware, authentieke zelf af om anderen te plezieren. Dus, moed vraagt het om naar je eigen verkregen waarheid te durven leven. Wat de rest er ook van vindt. En wie je daar ook mee zou kunnen verliezen. Want ja, dat is onvermijdelijk dat je dan mensen zou kunnen verliezen als je naar je eigen overtuigingen gaat leven. Maar uiteindelijk zal het je meer vreugde geven. Zul je het leven meer kunnen vieren. Ook al kom je even in een soort van zwart gat. Hè, dat je komt in een fase dat je je dan ook niet meer aan de schapen kunt vastklampen. Mensen. Hè, die dat, kunnen, dat kan je vader zijn, je kan je moeder zijn. Het kunnen andere personen zijn die lang hebben uitgemaakt van je leven. En dat kan natuurlijk tijdelijk even pijnlijk zijn. Maar uiteindelijk zul jij het leven meer gaan vieren met gelijkgestemde zielen. Die dus beter bij jou passen. Kijk, sowieso de schapen, hè, dat is die staan symbool voor zeg maar volgers. En ja, die hebben echt hun eigen strakke morele overtuigingen. Maar iemand die spiritueler is en een hoger bewustzijn krijgt, zoals de leeuw, ja, dan past dat niet meer. Maar is het nog wel heel erg lastig om daarvan los te komen. Omdat je nog ook toch wel misschien van bepaalde mensen houdt. Hè, en bang bent om ruzies te krijgen om ze te verliezen. Maar het allerergste is om jezelf te verliezen. Dat is echt het allerergste. Om jezelf te verraden, om jezelf te verloochenen. Op de langere termijn, hè? Oké, voor de mensen die eigenlijk mij al wat langer volgen en deze video's de afgelopen maanden heel erg hebben gepast, geresoneerd, dat je weet van, oh jee, dat was echt een boodschap voor mij, trek ik ook nog even de After Tarot bij de advieskaart naar bij je toekomst. En ook om te kijken, wat heb je er daarna mee gedaan met de boodschappen die je via deze weg hebt gekregen. Goed, daar gaan we. Eerlijke stem. Ja, kijk, en dat is het. De leeuwen. De schapen, zeg maar. Hè, de mensen dat massabewustzijn, die zijn vaak ook afgesloten van hun innerlijke stem. Dat is hun goddelijke stem. Dat is het derde oog, intuïtie. Dat je beseft dat de dingen heel anders zijn dan dat ze altijd hebben geleken. En
Jij hebt die innerlijke stem, die heeft jou ook in het recente verleden al, die is al bij je geweest. Je bent je bewust dat je meer naar binnen moet gaan. Ligt op je bewustzijn. En inderdaad, dat je moet gaan beseffen, wat voor overtuigingen zitten nog bij jou, die eigenlijk niet van jou zijn, maar van de massa. Dat zijn natuurlijk al die gezichten hier. Dat is je mentale lichaam opschonen. Met allerlei overtuigingen die jou niet meer dienen in het heden. Maar die je wel overgenomen hebt. En emoties. Daar ben je bewust van. Emoties moeten ook stromen. Er is een pure vuurridder in je leven. Dat is wel intens. Dat kan intens zijn. De vuurridder is iemand die heel vanuit de puurheid reageert. Zonder verborgen agenda. En die gewoon zijn waarheid brengt en spreekt. En die dat gewoon doet zonder na te denken. En die kan in je leven zijn, maar het kan ook zijn dat deze zegt van, hé, dat mag jij meer gaan doen. Meer de vuurridder zijn, want op dit moment, de vuurridder in jou wordt onderdrukt. Want je bent patronen aan het herhalen. En je blijft tussen wal en schip hangen. Je neemt geen daadwerkelijke krachtige beslissingen. Je blijft een beetje hangen. In zal ik wel, zal ik niet? Zal ik eerst mijn handen loslaten of mijn voeten? Van, nou, ik weet het niet, dus dan blijf ik wel hangen. Dus je neemt niet echt daadkrachtige beslissingen. Gespletenheid nog. Het massabewustzijn natuurlijk ook nog veel invloed op je hebben. Met betrekking tot invloed van anderen zit je in je hoofd. En kan het ook wel eens zijn dat je in piekergedachten steeds valt. Maar dat komt dan omdat je die emoties niet toelaat. Want dan gaat het hoofd het helemaal overnemen met analyseren en piekeren en denken. En kijk, en daarmee put je jezelf uit, zie je dat? Maar de stoom komt ook uit je hoofd. Dus er kan ook bepaalde boosheid dan zijn, die er aan de ene kant uit wil, maar dan op een ongezonde manier. Yeah, please. Compromissen sluiten met jouw innerlijke waarheid. En dat is ook een beetje schijnheilig. Het is geen leuk woord, lieve schorpioen, I know. Maar goed, we moeten soms het beestje gewoon, net als die vuurridder, gewoon bij de naam noemen. Het is een beetje samenzweren om toch de vrede te handhaven. En dan ben je niet eerlijk. Dan ben je niet eerlijk naar jezelf, maar je bent ook niet eerlijk naar de puurheid. En ja, kijk, de puurheid ligt ook bij jou, de dwaas. En de bron wil eigenlijk tegen je zeggen, keer terug naar je puurheid. Naar je zuiverheid, naar je intuïtie. En durf die te volgen. Je hoeft niet bang te zijn om in een afgrond te vallen. Die schapen die zullen je wijsmaken die leven vanuit het bewustzijn van gebrek. Dat je dan in de afgrond valt en dat er dan van alles kan gebeuren. Maar nee hoor, die dwaas die weet nee hoor. Elk einde is een nieuw begin en ik word geleid. En ik kan met mijn knapzak, hè, dat is in de Rider Waite Tarot, heeft hij alleen maar een knapzak. En weet, ja, dat meer heb ik niet nodig. Symbool, hè. Die wij hier in Nederland hebben echt wel meer nodig dan de knapzak. Alleen al vanwege het ontzettende koude weer. Maar goed, hè, dit is de symboliek. Je hebt niet meer nodig dan dat je nodig hebt. Hè? Je hoeft niet meer te hebben dan dat je nodig hebt. Maar de dwaas is ook de onschuld van het kind. En door het massabewustzijn wordt juist je onschuld aangetast. Omdat daar vaak moralistisch iets op ligt. Ja, het heeft te maken met een narcist, toch wel met een narcistische invloed in je leven. Mensen die zich achter de vesting verschuilen, dan kun je het zelf natuurlijk ook facetten van jezelf zien. Hè? Als je zelf regelmatig het idee hebt gehad dat je in de steek gelaten bent door de mensen in dat massabewustzijn, dan ga je jezelf ook achter een muur verbergen. Maar deze is
Niet zozeer jij, hoewel je nogmaals altijd eerlijk moet zijn omdat je daar facetten van kan hebben. Maar deze is wel heel erg op de geld, op uiterlijk vertoon, een verbittering, bond, allemaal nog. Ja, als het maar van de buitenkant allemaal mooi en goed lijkt. Maar deze zegt ook, als je gierig bent met geld, ben je ook gierig met liefde. En er zijn heel veel mensen in die dat massabewustzijn, zijn ook gierig met liefde. Want ze hebben ook allemaal die angst daarvoor. En verbergen zich achter een dikke muur. De vrek heet deze kaart ook. Dus het kan zijn dat je toch ouders hebt gehad of hebt familieleden met een narcistische invloed, maar ook verbittering. Verbittering. Niet blij zijn. Ontevreden. En ja, het wel altijd heel goed weten voor een ander, maar zelf helemaal niet gelukkig zijn. Advies, kijk naar bij je toekomst voor jou, lieve schorpioen, is om totaal aanwezig te gaan zijn bij jezelf. Want op dit moment blijf je toch patronen herhalen. Ik wil eigenlijk deze ook nog even. Verslavingen en bepaalde wrok. Het kan zijn dat je vanuit je jeugd of vanuit het opgroeien wrok hebt opgebouwd naar deze mensen. De mensen waarbij je toch in de steek gelaten hebt gevoeld. En logisch, want deze denken alleen maar aan zichzelf. Zijn heel gierig en egoïstisch. Het kan zijn dat je dat het zeg maar de wrok jou nog vergiftigt. En onderdruk je dat. En dan kan het zelfs leiden ook tot verslavingen. Allerlei verslavingen. Van substanties. Eten, mensen, seks, te veel werken, roken, drinken, noem het maar. Dus, probeer het te vervangen met wat gezondere alternatieven. En een alternatief is sowieso dat je minder in je hoofd gaat zitten en meer gaat doorvoelen. En zonder daar in drama te vervallen. Kijk, dit soort mensen vallen in drama. En het kan maar zo dat je heel veel drama hebt meegemaakt in je leven, in je jeugd, tijdens het opgroeien. En dat jij zoiets had van, dat drama nooit. En dat jij een manier hebt gevonden om jouw eigen emoties te onderdrukken. Want dat zie ik hier. Met betrekking tot invloed wat anderen op je hebben gehad. Ja, de zon zou voor jou kunnen gaan schijnen in de nabije toekomst. Maar dan moet je dat je het leven meer zou kunnen vieren. En het licht, dat je weer vanuit die lichtzijde kan leven. Maar dan moet je echt wel totaal aanwezig gaan zijn bij jezelf. Op dit moment stap je nog iedere keer in dezelfde strop en je bent aan het vluchten. Je bent jezelf aan het bedriegen. List, bedrog, misleiding, vluchtgedrag. Steeds in diezelfde strop. Patroon stappen. Maar ook met mensen te maken krijgen die wellicht je belazeren, misleiden, niet eerlijk zijn. Dat was het. En als je zelf wrok vasthoudt, dan vergiftigt jou. Dat is gif voor het zonnetje in jou. Probeer puur te zijn. Probeer je waarheid te spreken. Geen compromissen sluiten. En als je dan in de steek gelaten wordt door dit soort types, dan zijn ze het niet waard om in je leven te houden. Want zo simpel is het. En tuurlijk doet dat dan pijn. Maar dan kom je wellicht juist in water. In het verdriet. Jezelf zijn. Belangrijke beslissingen nemen. En er bovenuit stijgen. Niet met ze meelullen. Dat was het, lieve schorpioen. Kijk, als je dat gaat doen, dan kom je natuurlijk in oude pijn van vroeger. Van verlaten worden, in steek gelaten worden. En dat er misschien machtspelletjes gespeeld gaan worden met de anderen. Ja, dan kan ik jou bij helpen om je daarbij te ondersteunen om die fase door te komen. Want dan moet je innerlijk kindwerk doen om die oude pijn te verwerken. Oké, dat was het.
Dankjewel voor het kijken, Schorpioen. En onderaan deze video staat de link naar mijn website. En dan kun je een afspraak met mij maken als je dat intuïtief voelt. Sowieso wens ik je een goede maand en tot volgende maand. Bye bye.